Journalisten kregen een moment met de herkozen voorzitter Ronnie Bruswijk en vroegen aan hem hoe hij zich voorbereidt naar de komende verkiezingen toe. Ik kan niks anders gaan doen conform onze planning. Je weet wanneer je voor de zoveelste keer wordt gekozen en ook bij acclamatie. Dat betekent dat je leden, je structuren, de volle vertrouwen in je hebt. En dat apprecieer ik ten zeerste. En in ieder geval kijk op de ingeslagen weg door, natuurlijk met andere modaliteiten en andere wijze van propagandavoering, zodat we maximaal van kunnen vinden tijdens de verkiezingen die gaan komen. Gisteren was ook de PL hoofdbestuursverkiezingen en zij hebben gisteren ook aangegeven dat ze in het bootje samen met u blijven. Wat zegt u daarvan? Wat betekent ABO PL? We zijn niet meer los te koppelen van elkaar. We gaan in ieder geval gewoon door. Precies hoe we 2020 de verkiezingen ingegaan, gaan we op dezelfde wijze door in 2025. Meneer president, zou u hierna weer gekozen willen worden? Dus is dat de laatste keer? Nou, in ieder geval, ik heb gezegd 2030 ga ik niet meer in de politiek zijn. Dus als deze gaat tot 2027, dan denk ik nog dat ik nog één keer ga gaan als voorzitter. Ja, maar niet meer in politieke functies. Wat is het belangrijkste dat u wilt bewerkstelligen nu in deze periode? Nou, in ieder geval, ik heb ook gezegd, we zitten in de coalitie. En ik heb duidelijk met de president gezegd, laten we kijken naar de sociaal zwakkeren. Laten we kijken naar de woningnood die heel groot is in de samenleving. En heeft beloofd dat wij een aantal zaken gaan realiseren voor het einde van de rit. Dus in ieder geval, we willen heel veel doen, maar u weet dat als je alles wat je wilt doen, gaat financiën gepaard. En is het niet in ons handen, maar de minister van Financiën heeft beloofd dat wij een aantal projecten gaan doen. Dus ik ben ook benieuwd. Zou u nog eens willen samen willen werken met de VHP? Natuurlijk gaan we met de VHP in zee. De ABOP, we hebben ervaring vanaf Venetiaan, vanaf Boutens en nu met de VHP. Dus in ieder geval is het nu in de regering. En VHP is niet een slechte partner. Natuurlijk kan het beter. Want een aantal dingen moeten beter gedaan worden, maar daarvoor zijn wij leiders om daarover te praten. VP, heeft u de ambitie nog een president te worden? Nou, ik heb geen ambitie voor niks. In ieder geval, we zitten in de politieke constellatie en alle politieke partijen willen de hoogste ambt ooit bekleden in dit land. Dus wat dat betreft, het hangt niet van mij af wanneer de tijd daarvoor is. Dus ik heb ambitie voor president en je hebt geen zetel. Dus pas wanneer die zetel er is, kunnen we zeggen van nee, het is realistisch om te gaan praten over president. Maar nu vind ik het prematuur om te praten over ambitie van presidentschap. Hoeveel zetels gaat de ABO? Nou, we gaan voor de maximale. En in ieder geval meer dan 10. We hebben nu al 10 zetels samen en wij gaan als ABO PL meer dan 10 zetels proberen te halen. VP, u gaf dus ook aan dat u dus tot, u zegt 2030 wilt u niet meer in de politiek zijn. Wat gaat u daarna doen? Ik heb zoveel gramping en zo. Ik wil ook een rustige leven gaan leiden nu toch. Om die hele probleem van het land op jou te hebben op zo'n leeftijd. Dat zou niet mooi zijn toch?